Mijn naam is Rut Sinkler en ik heb samen met de jongeren de afgelopen acht weken heel hard gewerkt om dit event voor jullie in elkaar te zetten en om de jongeren vanavond te laten schitteren op het podium. We zijn heel erg blij en vereerd dat de zaal zo vol zit. Er komen nog mensen binnen, maar we gaan gewoon beginnen, want anders loopt het allemaal heel erg uit. Hè? Ik ben trots. Ik ben trots. Ik heb eerst met de dames van Suriname afgelopen april ook dit event gedaan. In november de heren, dus zet de datum van zijn agenda, 18 november, mannen van Suriname op het podium. En toen dacht ik, waarom ook niet de jongeren? En ik ben op zoek gegaan naar jongeren die mij inspireerden. Jongeren die ik kende, jongeren die ik ook nog niet kende, maar die ik bijvoorbeeld voorbij zag komen bij andere jongeren die ik ken. En binnen een week had ik deze groep prachtige jongeren bij elkaar. En geloof me als ik zeg, ik hoop serieus dat ik het vanavond droog hou. Ik ben een beetje emotioneel type af en toe. En tijdens de generale repetitie ging dat helemaal mis. Dus als ik vanavond in de tranen schiet, neem me niet kwalijk. Oh ja, tissues zijn bij de hand. Want de vrouwen die waren impressive in april. Maar wat deze jongeren hebben laten zien op de generale repetitie, ik was echt zo geraakt daardoor, door hun verhalen, door hun performance, door hun professionaliteit. En wat ik met dit event wil laten zien is dat er jongeren zijn in Suriname die heel goed bezig zijn en die aandacht verdienen. En die, ondanks dat ze goed bezig zijn, ook empowerment nodig hebben en ook zeg maar het nodig hebben om gezien te worden en gehoord te worden. We hebben heel veel talent in Suriname en vanavond gaan deze 8 jongeren dat laten zien aan jullie. Dus geniet ervan. De sponsoren, onze hoofdsponsor plus SR, de mensen staan achterin. Jongens, bedankt dat jullie geloofden in de jongeren. Na het event kunnen jullie daar meer informatie over halen wat plus SR doet. Maar zij werken onder andere met jongeren die het moeilijk hebben, die hulp nodig hebben. En dan kunnen de jongeren bij hun terecht. Maar ze kunnen daar straks veel meer zelf over vertellen na het event. Ja? Dus de sponsoren, heel erg bedankt. Jullie bedankt en ik wens jullie een hele, hele mooie avond toe. We gaan beginnen met een jonge man. Een jonge man die 3 jaar geleden mij een bericht stuurde via Facebook. Ik kreeg opeens een bericht van een jonge man uit Suriname en die zei: mevrouw Sinkler, ik zie iets voorbij komen op uw Facebook over sexy leiderschap. Dat is het eerste boek wat ik heb geschreven en hij had het voorbij zien komen. En hij klom dus in de pen, of in de toetsenbord zo gezegd, om mij een bericht te sturen van wat is dat dan met sexy leiderschap? Ik ben geïnteresseerd in leiderschap, ik wil er meer van weten, het spreekt me aan. Kunt u me daar wat meer over vertellen? En sinds dus 2014 hebben hij en ik contact gehouden toen ik in 2015 in Suriname was. Toen ben ik bij hem langs gegaan op zijn werk, hij is jeugdleider. En op jonge leeftijd, hij was toen 21, werkte hij met dropouts op Flora. Hij werkte dus met jongeren waarmee hij onder andere op de lagere school had gezeten. Maar hoe hij daar voor die groep stond, zag ik gewoon van dit is een leider. Hij te luisteren, hij kon overwicht bewaken, weet je. Hij kon alles goed overbrengen. Ik was echt onder de indruk. Dus al 3 jaar zijn hij en ik vrienden. En ik ben heel trots dat ik hem een vriend mag noemen. Ik ben extra trots over wat hij tot nu toe allemaal bereikt heeft en hoe hij het doet. En ik hoop dat jullie daar vanavond ook trots op hem zullen zijn. Ik weet het bijna zeker. Ja, mag ik jullie aandacht en een welgemeend applaus voor Vulgor Esaias. Waarom ben je zo lekker? Waarom ben je zo lekker? De controleer als dan had je zien mooie jere jere. Waarom ben je zo lekker? Waarom ben je zo lekker? Oh God. Waarom ben je zo lekker? Shop, right?
kent het lied. Of misschien moet ik deze vraag naar de jongeren richten. Wie is bekend met het lied? Van de mensen, ik heb met jongeren hier te doen. Wie kent het lied? Waarom ben je zo lekker? Ah, nu pas kom je vingers, waar ook ben je? Ja toch? Ik bedoel, we leven in Suriname, wie kent het lied niet? Oké, op een bepaalde mensen. Oké, voor de mensen die het lied niet kennen. Waarom ben je zo lekker? Is een van de meest populaire kabula nummers in Suriname waarop jongeren losgaan tijdens het feesten. Maar ik vraag me af als deze jongeren zich wel zaten afvragen over hun toekomst. Over waar ze willen zijn over 5 jaar. Waar ze willen zijn over 10 jaar. Op welk gebied ze een bijdrage willen leveren aan de Surinaamse maatschappij. Hoe ze een bijdrage willen leveren aan de Surinaamse maatschappij. En ik vind het jammer dat iets minder jongeren dit doen. Wat ik opmerk is dat jongeren hier in de dag zich helemaal niet druk maken over hun toekomst. Ze hebben een soort van, ach, we zien wel mentaliteit. Agofago. Wat ik ook merk is dat jongeren hier ten dagen een belangrijke vaardigheid van het leven niet snappen. En die vaardigheid is op lang termijn denken. Waar wil je zijn? Wat wil je gaan doen? Waar zie je jezelf over 5 jaar, over 10 jaar? Wat wil je doen met jouw leven? Kunt u me volgen, mensen? Helemaal. Dus eigenlijk moet ik zeggen, geen goede avond, maar een inspirerende avond. Een inspirerende avond, iedereen. Ik heb eigenlijk gevoed, hè. Dat is niet gewoon. Ja toch, ik zou eigenlijk moeten zeggen, goede avond. Maar bij zo'n moment zei ik, wat kan ik doen? Hoe kan ik anderen helpen? Omdat ik zoiets niet meer wilde laten gebeuren met me. 2 weken daarna kreeg ik dus van een goede vriendin van me de boodschap dat er dus een project zou starten hier in Suriname, KRU. En ik zei, wauw, als iemand me vraagt wat wil je zelf? En als ik de antwoord kan geven, ik help jongeren, ik train jongeren in basic life skills en pre-employment skills, moeilijke woorden voor sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden, en ik plaats ze in banen. Dat wordt een goed antwoord. Ja toch? Bedoel, hoe zou die man niet gereageerd hebben als ik zou zeggen, als hij me zou vragen? Wat doe jij? En als ik had gezegd, ja, ik ben bezig met vroege schoolverlaters en ik train ze in sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. En ik plaats ze vervolgens in banen. Als mensen zouden me applaus geven. Maar dat had ik toen niet. Dat had ik toen niet. Dus ik moest de vaardigheid bij mezelf gaan ontwikkelen om dus mensen dienstbaar te zijn. En ik ben aangenomen geworden, ik heb aangemeld, mijn sollicitatiegesprek gevoerd. Toen had ik echt feelingen. That was the biggest deal for me. Ik kon dus echt beginnen om mensen dienstbaar te zijn. En nu begint het. Ik heb op KRU, met KRU heb ik op Abrabroekie gedraaid. Het was een geweldige training. Het is geweldig als je jongeren weer op spoor kan helpen. En ze kan ondersteunen om een nieuw perspectief voor zichzelf te ontwikkelen. En dat heb ik ook gedaan. Maar op Florida. Ik kon niet wachten. Ik stond te popelen om de jongeren daar te helpen. Want dat waren jongeren waarmee ik ben opgegroeid. Ja toch? Om ze vaardigheden aan te leren, skills aan te leren. En ik ging. En de eerste dag, ik moest eigenlijk starten met 20 jongeren. Maar ik had er maar 6. En op de eerste lesdag, we zaten in de klas. En op een gegeven moment ontdekte ik tijdens de indeling van de les dat ik de snacks thuis had gelaten. En het mooie van de training was dat we dus mijn bonus, waar ik woon, dus aan de overkant was van de school. Dus ik kon dus heel gauw gaan om wat te halen. Wel, dan wie ik net zei, mensen, blijven jullie even wachten. Ik ga de snacks even halen. Als ik terugkom, merk ik op dat mijn telefoon er niet is. Ik zei, wacht hier. Mensen, even stop de les, ik kan mijn telefoon niet vinden. Wie heeft mijn telefoon genomen? En ze kijken allemaal naar elkaar. Dus op een gegeven moment ga alles door mijn hoofd van een goed voorbeeld zijn. Jongeren helpen jongeren dienstbaar zijn. Ik denk, jij bent een waaier, een notie. Ik heb mijn telefoon.
wil mijn telefoon. Ik heb zo hard gewerkt voor jullie. Ik ben tegen dat veld, ik wil een kutte roenu. Dan wil ik mijn telefoon. Ik dacht, oké, ik kan de hemel gewoon fout, misschien heb je fout gemaakt, kom mijn telefoon gewoon op tafel zetten. Ja toch, die gewoon fout, vergeven. Ja? Of roep me in het toilet, of roep me in een hoekje, ja toch? Oh, sorry, vulgar. Ik had geen telefoon. Ik heb gewoon genomen. Niks vandaar. Ik zeg, oké, Oenoan, geef mijn telefoon. Dat bano. Mijn kaart is goed te goeno. En komt de politie. Dat was allemaal in kapos. Op een gegeven moment zei ik, weet je, vulgar, let it go. Zulke ervaringen moeten je sterker maken. Op een gegeven moment sta je op een bepaald punt in het leven vermogen moeten ontwikkelen om dus ook boven zulke gebeurtenissen te staan. En weet je, just push through it, get stronger with it, om uiteindelijk te komen waar je wil zijn. Dus ik heb het gewoon laten gaan. En het hoogtepunt was om de bocht. Ik had toen de gelegenheid na zo'n vervelende ervaring. Ik was echt zo boos, ik heb zo hard gewerkt voor de jongeren, maar ik dacht van, hey, let go. Het hoogtepunt kwam. Ik kon naar Amerika om Cari, U en Suriname te vertegenwoordigen. Ik bedoel, dat was de greatest experience voor mij. Ik heb 5 staten bezocht. En in elke 5 staten, en elk van de 5 staten heb ik dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om met jongeren en met mensen te praten. En het kwam steeds op hetzelfde neer. We hebben geen voorbeeld, daarom raken jongeren ontspoord. Er zijn geen voorbeelden, gebrek aan voorbeelden. I didn't have an example. I didn't have a person to look up to. En zo was het bij mij. Maar ga je daarbij blijven staan? Absoluut niet. No way. Als je geen voorbeeld hebt mensen, dan zeg ik het hierbij gewoon zoals het is. Bij je familie, thuis, word zelf een voorbeeld. Word zelf een voorbeeld. Wacht niet op anderen om het voorbeeld voor je te zijn, maar dat gaat nooit gebeuren. Als de wereld je geen goede voorbeelden geeft, als het land, als je omgeving je geen goede voorbeelden geeft, wat? Be your own example. En geloof mij, dan mag je met een argument komen dat jongeren niet naar je zullen luisteren, dat jongeren eigen willen hebben, but guess what? Fuck this shit. Jongeren hebben inderdaad de eigen wil. Mensen hebben inderdaad de eigen wil. Maar dan weet je dat je, als je de beslissing hebt genomen, toch? Om een voorbeeld te zijn voor anderen, dan weet je dat je op jouw unieke manier een bijdrage levert om een verloren generatie te voorkomen. Want als ik zo kijk naar de generatie van vandaag, als jongeren blijven feesten op warm ben je zo lekker. En ze steeds minder gaan afvragen wat ze willen doen in de toekomst. Geloof mij mensen. Dan krijgen we zo zoetjes aan te maken met een verloren generatie. En believe me. If you don't know where you're going, any road will take you there. Remember that. Right? If you don't know where you're going, any road will take you there. Bedoel ik dacht, alle jongeren van KRIU, een warm hart toe. Ook to the one van voer mijn telefoon. Maar wat vind ik? Nog veel parkeer te hopen, maar het is al lang voorbij. Maar geloof me, het was een leukste ervaring voor mij. En ik heb ontzettend genoten. En wat ik vooral geleerd heb, is dat mensen een voorbeeld nodig hebben. We allemaal. Jij, ik, iedereen. Heeft iemand nodig om naar op te kijken. Vaak geven we het niet toe. Maar als er iemand is, vooral als je afgroeit, die in jou gelooft. En die zegt, hey, ik zie wat in je. We have to excavate it. Daar heb je tenminste iemand om naar op te kijken. Yes? Are you going to be the example? Yes. Zijn jullie overtuigend genoeg aan mensen? Ja. Are you going to be the example? Yes. Wow, that's something else. Be the example, because if you can lead young... You can lead forever. Oké, maar eigenlijk wil ik hun horen, come on. If you can lead young... You can lead forever. Hi, you lead forever. Thank you.